maak je altijd weer de plannen voor de volgende week en voor de toekomst. En wat leuk, nou komt ineens weer binnenlopen hier mijn goede vriend Carlo Bransen. Ja, en ik heb het over bomen. Maar als je met Carlo aan de tafel zit, dan moet je het natuurlijk eigenlijk hebben over auto's. Liever wel, Hans. Ik heb daar meer verstand van. Nou, dat is zo. Ja, jij bent van de bomen, ik ben van de auto's. Alhoewel, jij doet een beetje allebei eigenlijk, hè? Ik doe een beetje allebei, ja. Ja, dat kan ik niet zeggen. Nou, jouw botanische kennis is de laatste jaren ook flink zeker, toegenomen. Zeker. Sinaasappelbomen herken ik. Sinaasappels, ja. Color trees. Ja, groot. Ja, 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 ja. Maar dat was niet het plan waar je aan zat te denken een tijdje terug. Hè? Weet je waar ik nou aan zat te denken, Carlo? Nee. Ik zit in de auto's, hè, de Swedish Collection, dat is een mooie collectie. Daar ben jij ook altijd veel bij betrokken. Nou, ik zit in de bomen en toen dacht ik, wat zou het nou eens leuk zijn om eens een boek te maken over 50 bijzondere auto's uit de Swedish Collection en 50 bijzondere bomen. Ja. Ik kan dat niet alleen. Nee. En jij ook niet. Nee. Maar wij samen zouden het kunnen. Ik dacht het wel. En wat nou zo leuk zou zijn, Carlo, als wij nou samen dat boek maken, dan staat er op heel groot op, hè, 50 bijzondere auto's, Carlo Bransen, en 50 bijzondere bomen, klein Hans Blokzaal. Oké. En dan is dit misschien wel een aardige opzet. Dit zou een pagina kunnen zijn. Dit zou een pagina. Die is al gemaakt, dus eigenlijk hoeven we er nog maar 49 te doen. Al. Ja, want wat zien we hier? Nou, een zwarte Volvo. Zwarte Volvo, dat weet ik in 63. Dat weet ik dan weer. Heel goed. Maar die bomen, het lijkt niet zo'n perenboom of zo, kan dat? Nou, jouw botanische kennis is groot. Pierenbomen, perenbomen, een berso, een boog. Leuk, leuke toepassing, want ik zou dan zo graag in dat boek leuke toepassingen, eigenschappen, bijzonderheden van die bijzondere bomen vermelden. En Carlo, die weet veel van die auto's, die schrijft weer lekker bijzonderheden van die, in dit geval, 63er 5U4.